Internationale uit Milaan is op dinsdagavond de laatste tegenstander van PSV A1 in de Next Gen Series. Dat is, zoals men het noemt, de Baby Champions League. En PSV haalde tot dusver slechts 3 punten in dit toernooi. Het won alleen thuis van Basel. Verder verloren 2 keer van Tottenham. En ook werd er verloren bij Basel en bij Inter. Hier het eerste schot van de wedstrijd namens PSV. Komt van de voet van Peter van Ooyen. Maar dat is geen probleem voor Raffaella Di Gennaro. De goalie van Inter Milan. Hier Horsten op van Ooyen. Terug op Horsten. Probeert dan Van Overbeek te bereiken. Maar Inter zit ertussen en kan meteen counteren via Mbaye. Mbaye die stuurt de nummer 10 weg. Dat is Bessa en daar is het 1-0 voor Inter. Grote, sterke kerels allemaal in die ploeg van Inter. En het is de nummer 10 dus, Daniela Bessa, met de eerste treffer op de hertgang. Voor PSV staat er niets meer op het spel. De ploeg kan zich niet meer kwalificeren voor de volgende ronde. Inter heeft nog een goed resultaat nodig. Hier in Eindhoven of uit in Basel om zich wel te kwalificeren voor die volgende knock-out ronde. Hier de voorzet van spits Longo. Kan niet binnengewerkt worden door Bessa. Bal opgepikt door Alborno. Maar via Joshua Brenet een inworp voor Inter. Bessa. Een hoge bal in de 16 wordt knap aangenomen door Longo. Longo mag heel ver komen en Longo mag scoren. In de korte hoek is Benjamin van Leer voor de 2e maal gepasseerd. En dit mag eigenlijk niet, dat Longo die bal daar aanneemt. In de 16 dan ook nog om Usboskoert heen gaat. En dan passeert hij dus Van Leer in de korte hoek en is het 2-0 voor Inter en wordt het een heel lastig verhaal voor PSV. In de tweede helft, Mbaye. Krijgt de bal niet tot bij een medespeler. Bessa. Inter probeert er doorheen te komen en dat lukt uiteindelijk. Hier de bal voor Alborno, die probeert het uit een lastige hoek. Van Leer hoeft niet in te grijpen. Usboskoert. Met de bal op Jacobsen. In de eerste helft in de ploeg gekomen voor de geblesseerd geraakte Van Ooyen. Dit is een goede voorzet en daar Thomas Horsten. Zo'n kansen krijg je niet veel. En wil je nog wat in deze wedstrijd, dan moeten zo'n ballen erin. En dat beseft Thomas Horsten zich hier. Goede voorzet van Jacobsen. Maar Horsten krijgt die bal helemaal verkeerd op zijn hoofd. Maar PSV A1 wordt wel wat brutaler. En verdient in deze fase ook wel een doelpunt. Horsten op Jacobsen. Probeert het. Ruim naast het doel van Di Gennaro. Hier is het Jorrit Hendricks met de bal op Thomas Horsten. Moussa Sano, opnieuw Horsten. Dit ziet er goed uit. Bereikt invaller Mohamed Rahi. Gaat op zoek naar zijn rechterbeen. Daar is de ruimte. Aardig schot. Sterker nog, een prachtig doelpunt. Mohamed Rahi met de 2-1. En misschien kan er dan nog wel wat. Dit ziet er allemaal wat gelukkig uit, maar dan is er de ruimte. En dan is het schot fantastisch. Binnenkant paal. Geen kans voor Di Gennaro. En zo is de achterstand dus verkleind tot 2-1. Jacobsen. Sano. En een overtreding van Alfred Duncan. En scheidsrechter Van den Hurk geeft PSV een vrije trap. En de lange mannen gaan nog 1 keer mee naar voren. Natuurlijk, Usboskoert achter de bal. Die draait goed in. De kopbal van Horsten, maar die gaat net naast. En zo verliest PSV dus nipt met 2-1 van Inter. Ondanks deze laatste kans voor Thomas Horsten. PSV uitgeschakeld, zoals eerder gezegd. Het haalde slechts 3 punten uit 6 wedstrijden. Inter vergezeld Tottenham Hotspur naar de volgende ronde.